Het gewezen opperhoofd van de trio, Asongo Alalaparu, is zondagavond overleden aan de gevolgen van het oplopen van het COVID-19-virus. Districtscommissaris Merilou Sapa van Kuruni zegt dat door het heengaan van Alalaparu de inheemse dorpen in het zuiden in diepe rouw zijn. Ze beschrijft het gewezen opperhoofd als een leider met het hart op het juiste plek. Sapa zegt dat het nieuws haar nog zwaarder treft, omdat Alalaparu niet alleen haar opperhoofd was, maar ook een dichtbijzijnde familielid. We zullen blijven strijden, zoals hij had al gezegd. De wensen wat hij had gewild, dat we ineens met elkaar zullen zijn om zijn gemeenschap te beschermen. Als ik het moet zo zeggen, want hij hield ervan dat de mensen moeten beschermd worden in hun leefomgeving. Leefomgebied. Hij wil niet dat de mensen benadeeld worden. Dus hij was een persoon die echt strijden voor wat niet goed was voor de mensen van het gebied als inheemse. Zo heb ik hem gekend. Sapa condoleerde de totale gemeenschap, maar vooral de inheemsen met dit verlies. Ook de president en vicepresident hebben hun condoleances gedeeld met de Surinaamse gemeenschap en de directe nabestaanden van Asongo Alalaparu. Vicepresident Ronnie Brunswijk schreef op zijn Facebookpagina dat opperhoofd Alalaparu een vader en een vriend voor hem was. Alalaparu lag in het regionaal ziekenhuis en werd 79 jaar.